De voorlaatste aflevering van Mid-Mid Mondiaal en nog steeds geen Evert. Normaal gezien gaat hij er morgen bij zijn, maar ook dat is eigenlijk nog afwachten. Wel twee fantastische gasten, twee vrienden van de show. Welkom Frank Raas en Wart Kermans. Hey! Leo, jij bent de vervanger van Evert vandaag? Ah, ik zat niet in het filmpje, ik was er toch heel de dag. Ja, raar. Ja. Ja, ik ben de vervanger van Evert. Ik heb duidelijk opdrachten meegekregen. Zoveel mogelijk KV Mechelen betrekken. De kleine clubs, okay, dat is al genoeg. De kleine clubs vertegenwoordigen. En ja, daarmee ga ik aan de slag. Maar, kleine clubs. De vraag die iedereen wilt weten, hoe is het met uw oorbel? Voelt je dat nu bijvoorbeeld? Voel ik dat? Nee. 'S nachts, als ik erop lig op die kant, voel ik het. Soms ben ik te onstuimig met mijn trui en voel ik het ook. Maar ik vind het is minder erg dan verwacht eigenlijk. Je bent er eigenlijk ook wel fier op. Ja, hij gaat nog lang blijven zitten. Het is, heel straf, ja. Het is heel straf dat Leroy nu geen muts aan heeft. Want sinds hij die oorbel heeft laten schieten, loopt hij heel de tijd rond met een muts om hipster te zijn. En dat deed je daarvoor, dat deed je daarvoor nooit. Nee, Leroy? De reden was, maar je hebt het zelf ook gezegd, dat ik mijn kop nog eens moest scheren eigenlijk. En daarom draag ik je muts, want als mijn haar een beetje tang is, lijk ik eigenlijk gewoon op een kiwi. En ik heb nu beslist van, nu, ik wist, ik moet Evert vervangen vandaag. Ik moet Evert vervangen vandaag, dus ik heb nog eens goed op 0,3 mm met een kop gedaan en nu kan ik weer zonder muts. Lijk ik op een kiwi. Niet normaal. Ik heb voor u ook weer een quiz om te zien of je klaar bent om Evert te vervangen. Welke Engelse topclub staat momenteel 8e in de Premier League? Oh, dat is pijnlijk dat ik het niet weet eigenlijk. Is United, Man United. Nee, Chelsea toch? Chelsea. Oh. Van welke voetballer werd er ooit een oorring verkocht voor 25.000 euro? Van welke voetballer werd er ooit een oorring verkocht? Ronaldo. Weet jij het, Frank? Beckham. Ronaldinho? Maradona. Maradona, oh, ja. Die failliet was met iets van belasting. Ja, die heeft wel belastingen ontdoken. Voilà. En hoeveel caps heeft John Terry volgens Wikipedia? Je mocht er 5 naast zitten. Als jij nu 0 op 3 haalt, moet je wel vragen om te vertrekken. Mag ik wel vertrekken? Ja. Dat is zo moeilijk. 68. Oh. 78. Dat kan ik wel leren. Ik keur het goed. Dank je. Ja, ik zat aan 96, dus dat dacht ik in mezelf. Hè, want als Sam naar mij komt, moet ik een goed antwoord hebben. Nee. Fout. Ik ga even naar Wart nog eerst. Sorry, ik volg de rundown. Ik ben er nog niet. Voilà, dat is het voor u. Wart, is even geleden dat je nog eens gewoon bent langsgekomen. Dat is jammer. Ja, maar ik heb wel alles gezien. Zo. Waarom niet meer bij ons? Ja, je moet af en toe ook gewoon rustig thuis. Ik heb ook wel wat uppercuts gekregen van die 2K, moet ik zeggen. Mijn enthousiasme na België-Kroatië en daarna ook vooral Kroatië-Brazilië. Toen heb ik wel echt een slag gekregen. Vond jij Brazilië zo? Ja, er bestaat echt geen voetbalgoed. Anders gunde ons Argentinië, Brazilië toch? Het ligt dus niet aan onze gastvrijheid of nee, zo? Nee, zeker niet. Zeker niet. Anders zat ik hier elke dag. Maar ik zit ook vaak in Amsterdam met mijn zoon natuurlijk. Ja. Heb je Danira vandaag al gehoord? Ja. Is ze teleurgesteld? Ja, zeker. Ze gaat nooit meer op reizen in Kroatië. Je hebt wel speciaal voor haar een shirt van Marokko aan. Oh, er is zo'n slijmbal bij Danira, jongen. Maar jongen, ik sta al van Marokko voor die kinderen. Ja. Marokko. Nee. Ik ben Danira, ik love you. Mooi. Toch mooi. Ja, maar je doet mijn Marokkaanse vrienden wel te min nu, hè, natuurlijk. Want die hebben mij ook al lang geïnspireerd. En ik volg al heel veel WK's. Als ze erbij zijn, heb ik altijd een hart voor Marokko. Oké, mooi. Uw heroïsche oproep voor de match tegen de Kroaten heeft trouwens bijna 1 miljoen views gehaald. Ja, kijk eens. 550.000. Ik had ze allemaal ingeruild voor 1 doel. Goed afgerond. Ja, uw leven moet toch veranderd zijn nadien? Ja, zwaar. Ik kan niet meer op straat. Dat zijn een paar duivels die het gelijk hadden. Ja, maar de duivels zijn mijn vrienden. Hè. We zijn connected. Maar toch ook echt berichten gekregen van mensen van hey, dat filmpje van Wart is echt wat wij nodig hadden om terug goesting te krijgen in die laatste match. Dus dat is uw verdienste op dit toernooi. Ja, kijk, merci. Frank, heb jij het filmpje gezien? Jazeker. Oké, mooi. Morgen de WK-finale. Je hebt er al op 4 commentaar hier. Ja, een aantal. Wat was de mooiste? Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ze waren eigenlijk allemaal vrij matig, moet ik zeggen. De saaiste was de slechtste was 2000.
in Amerika, hè, dus dat is 1994. Dat, ja, 120 minuten penalties, dat was nog redelijk te doen. Dan nog een viering voor Senna, die dat jaar overleden was. Dat duurde en duurde en duurde. En er gebeurde niks. Er zijn geen drie kansen geweest. Hè. Het was saai, heel warm. Maar om 12 uur 's middags. En de zon stond op Pasadena. Dat was dat. En dat scheen recht in je scherm. Dus je kon geen herhalingen zien. Behalve als je dan een kartonnen doos over je kop. En er dan terug uit. Maar dan was dat licht weer veel te fel. En je mocht ook niet van je plaats. Want George Bush senior was daar. En mocht niet weg. Kon niet naar Pramplassen, niks. En een dramatische match. Zo traag, zo lang. Uren heeft dat geduurd. Was eerst nog een afsluitende ceremonie met Kenny G op de saxofoon. En dus, ik heb daar 4 uur en een half gezeten ongeveer en niet kunnen gaan plassen. Niet dat ik moest plassen, maar ik kon ook niet. En de 94 was de saaiste. Dat is de saaiste, nu de beste. Ja. Ik ga toch kiezen voor die in Zuid-Afrika tussen Nederland en Spanje, omdat Iniesta, een van mijn all-time heroes, fantastische voetballer, alles op techniek, doorzicht, die daar het beslissende doelpunt maakt. Maar ook niet echt een topfinale, hè. Maar, wel, okay. spannend, ja, wel goed. Spannend. En Nigel de Jong die daar zijn karate-trap doet. En Robben die ja, dan de eerste wereldtitel voor Oranje mist. Dus, ja. En Mark van Bommel is de schoonzoon van de coach enzovoort. Enzovoort. Nee, maar Iniesta, vooral voor Iniesta doe ik dat. En dat was een spannende, goede finale, maar niet top. Hè. Ik bedoel, waarom heb jij in 2002 en 2006 geen finale bekomen? In 2002 moest ik om familiale omstandigheden vroeger naar huis, heeft Stef Wijnands gedaan. In 2006 hadden wij de rechten niet. Ah. Weet je wie de finale toen gecommentarieerd heeft? Was toen vier... Kijk, Dennis, dat is normaal iets wat hij weet. Vier maar... en VTM hadden toen de rechten, ja. Dus wij hadden geen rechten. Bram Lambert. Nee, ik denk Luc van Doorsla. Ah. Het is een klein gokje, maar ik denk het wel. Want dat werd dan afgewisseld, hè? Ja. Ja. Welkom ook aan onze vaste sidekick. Dag, Dennis Xijt. Dag. Dennis, ik heb gehoord dat jij beelden van Evert hebt. Ja. Maar ik weet niet, willen we dat zien of niet? Want ik wil niet dat mijn hart breekt, natuurlijk. Ja, we willen het zien. Het is vooral ook nodig om het te horen. Het is, Is je dat? Dit is Fox, hè? Evert zijn zoontje. Dit was daar net tijdens het troostfinale. Maar kijk, dan, daar is hij. Hey. Kijk, ik doe mee met Evert. Overleeft alles. Dus, zijn stem is niet correct. Okay. Dat zou mij toch verbazen als hij hier morgen bij is. Maar wij hebben hier naast elkaar gezeten de laatste keer. Dus. En ik had ook 2 dagen keelpijn, maar heb dan medicatie genomen en daarom. Maar je hart breekt wel een beetje als je hem hoort. Ja, erg. Echt. Tuurlijk. Maar hij heeft wel alles gezien, hè. Dat blijft. Hè. Ja, dat blijft. Ja. Maar het was hem gegund, hè. Heeft, rust? Gedaan. Nee. Dat hem die lange zit. Hij heeft hier al een match gezien, dat hem die ook had kunnen... Absoluut. Terecht de vraag van de fans om de finale uit te stellen. Hè. Ja, een paar keer zien passeren online. Ja. Dat is een mooie daad geweest van FIFA, maar ja, FIFA is FIFA. Dus. Ja. Hebben we vandaag de kleine finale gezien? Non-match toch? Goeie eerste helft. Ja, het was een goede match. De match op zich was niet zo slecht. Nee, absoluut want niet. Ontspannen ploegen die toch wel aanvallen. En ze gingen er wel voor. Hè. Uiteindelijk Marokkanen verliezen, maar die waren ook wel zeer boos op de scheidsrechter. Maar dat, ja, ze moeten dat afschaffen. We hadden het er ook over voor de match, van welke troostfinale herinneren wij ons nog? En toen hadden we het over die van 4 jaar geleden, die van de Belgen. En ja. Frank heeft die gedaan, maar we waren zelfs al niet meer zeker. Was het nu 2-0 of was het 3-1? Ik denk dat vandaag enkel echt Kroaten, Marokkanen en wij gekeken hebben naar die wedstrijd. Dat is toch mijn kleine finale? Ja, ik vind, doe bij een Champions League toch ook geen kleine finale of bij de beker van België. Ik vind, schaf dat af. Het is maar, al genoeg. Wel chapeau. De twee ploegen hadden er duidelijk wel nog goesting in. Ja. Ik heb zo altijd zo het gevoel van... Wilde dan nog spelen als speler, maar ik denk omdat dat niet de grootste landen zijn, dat die niet naar 2K komen zijn met de ambitie om dat te winnen. Maar je voelde wel dat ze eigenlijk niks konden verliezen, toch? Maar ze speelden voor die bronzen medaille, maar Frank, jij had daar een beter voorstel voor. Ja, dus geef ze allebei een bronzen medaille. Dat doen ze in veel sporten. Hè. Judo zullen er nog wel zijn. Gewoon allebei, ze hebben beide derde. Ja, maar wat Sam zegt klopt ook. Van, je hebt wel niks te verliezen in die wedstrijd, je hebt enkel iets te winnen. Ontspannender, ja. En dat zag je wel in... En dat zag je ook in België-Engeland. Ja. Ja, maar voor Marokko is dat toch wel iets te... Je zag toch wel dat ze inderdaad zo gestrest waren en op het einde ontplofte ze ook. Uiteindelijk wordt dat dan toch een match, want die mannen... Die gaan dat niet meer meemaken, hè, waarschijnlijk. Hopelijk wel, maar dat die nog een keer voor de derde plek op een WK kunnen spelen. En uiteindelijk zaten wij hier gisteren ook met de bronzen medaille, toch? En als je die match verliest, zit hier niet met die bronzen medaille. Nee, klopt. Maar vandaag, Kroatië wel verdiend gewonnen? Ja, dat zou ook anders kunnen lopen, maar uiteindelijk wel, denk ik. Het is toch een taaie ploeg en... Een paar goede voetballers bij. Perisic blijft toch bezig. Goh, Modric. Die missen gewoon echt een goede spits nog, denk ik. Vardiol natuurlijk, die scoort. Trouwens, mooi doelpunt, goed gekopt. Mooi... Iets meer kwaliteit heb ik toch het gevoel. Ja, iets meer, ja. Ja, maar Enesiri, als ze hem binnenkopt...
Ja, ja. Nee, het ging wel hoog weer. En El Canoe speelde mee. Dus. Goeie ik ook wat vonden van zijn match? Ja, goed, maar hij is wel een beetje verantwoordelijk voor een van die doelpunten. Ja, ja, maar hij kan voetballen. Ik vind dat echt zeer bescheiden. Eigenlijk in zijn manier van spelen. Ja, ik ben goede voetballer. Op een gegeven moment dat je zag dat hem diep steekt, net niet zuiver genoeg. Ja. Dat je dat niveau misschien maar, nog net iets te hoog is op dit moment. Een stevig debuutje natuurlijk, direct zo om die bronzen medaille te spelen. En piep jong, hè. Je hebt nog geen één keer meegedaan in die ploeg. Je kent waarschijnlijk nog niet iedereen door en door van automatie. Want bij ons zou hij niet in de kern gezeten hebben, hoe dan ook. Hè. Nee, klopt. Als Trezor niet mee mag, dan zou El Canoe zeker niet mogen meedoen. Er is blijkbaar een nieuwe regel bij de FIFA. Als je onder 21 bent, dat je pas na 3 duels een vaste keuze hebt gemaakt. Ah, dus maar, het kan nog? Nee, side note daarbij is op een eindtoernooi niet. Ah, oké. Okay. Dus wij zijn hem sowieso wel... Is dat een nieuwe regel? Dat is een nieuwe regel. Dat is in het leven geroepen door wat wij met Bakkali gedaan hebben of zo. Dan. Ja, moet het. Ja. Dat is ook wel ergens... dat is ook wel zuur voor zo iemand als een Bakkali. En meestal moet je die keuze maken als je nog onder 20 jong jaar bent. En de druk van de omgeving is enorm. Ja, klopt. Ja. Ik heb proeven, is ook logisch. Misschien denk je van, ik wil bij die ploeg en voelde je er totaal niet goed bij. Dan. Dat kan toch? Ja, maar ik vind dat wel tof, al die Marokkanen kiezen voor hun eigen moederland, zal ik het maar noemen. Want die hebben eigenlijk twee landen, moederland, vaderland. Mohamed Soudi is ook zo. Ja, die twee moeder- of vaderlanden, hè. Waarom niet? Ja, klopt. Tuurlijk. Absoluut. Moet Amelan nu terug spelen bij Standaard? Ja, die wil weg vooral, hè. Ja, maar dat gaat, ja, we hebben nog matchen voor de transferperiode. Tuurlijk, maar... Hij zal wel aansturen op een transfer, nu zeker. Ja, ja. Hij heeft bijna alles gespeeld, hij heeft toch veel gespeeld. En dat is een hele goeie, hè. Ja, absoluut. De Standaard is daar top 3, hè. Ik bedoel. Maar ja, hij zat wel in de beker. Hij wil absoluut weg, hè. Dus die gaan niet spelen meer. Nee. Iets van een ander ligt misschien. Te duur, onbetaalbaar geworden. Te duur. Ik vond de ref wel weer niet goed vandaag. Hè. Nee, slecht. Als wij zeggen dat de Marokkanen waren inderdaad het meest boos op het einde, maar ik denk als er één ploeg... recht heeft tot klagen is... Wij waren toch unaniem eens dat dat een strafschop was. Voor mij lag de bal al op de stip eigenlijk. Je hebt het over de fout op Kvaardiol eigenlijk. Ja. Ja. Dat hij zo dat hij haakt. Zich, ja, dat hij zich nog echt... Dat hij op het laatste nog gehaakt wordt. Er waren een aantal andere fases die ze dan konden betwisten. Maar dat is een beetje uit gewoonte. Hè? En ook frustratie natuurlijk. Maar de scheidsrechter was een Qatari. En dat was weer ondermaats. Hè? Ja, ondermaats. Die zo, kon niet volgen. Hè? Ja, maar die... Allee, we hebben ons wat opgejaagd in het feit dat de Marokkanen hem constant omsingelden en ook echt begonnen duwen. En, ja. en dat ja. was er wel een beetje dan, over. Dennis werd zeer boos dan. Hè? Ja, ik word daar klagen tegen de scheidsrechter. Dat moet zeker kunnen. Maar als ze er met 6-7 zo naartoe gaan, als scheidsrechter moet je daar toch ook gek van worden. Plus, ze raken die de hele tijd aan. Dat is iets wat je normaal in mag veel sporten niet mag doen. Mag dat in het basket, Dennis? Basket, dat de scheidsrechter aanraken, is automatisch technische fout. Meteen, hè, ja. Meteen technische ja, maar wacht even. Wat ik vind wel... Dat zijn jong gasten, die gaan, wat we daarnet zeiden, die gaan dat misschien niet meer meemaken. En dan staat er een amateur, die match kapot te fluiten. Die Amala wint een kopduel, waardoor Ziyech door kan gaan, eventueel naar goal, en die fluit af. Maar je mag gaan klagen, maar het is, ik vind gewoon... Ja, maar met zeven man tegelijk daarnaartoe. Als Amala dan zelf gaat klagen, alle begrip voor. Maar je moet de scheidsrechter daarvoor even niet aanraken. Vragen, tuurlijk, voilà, zeker. En je mag ook ambetant of pissig zijn. Maar het klopt ook ergens wel. Met z'n allen ernaartoe. Het is toch wel gewoon zonde wat Ward zegt. Het is wel belachelijk om... Absoluut. Niet de tweede beste ref moet gewoon die kleine finale doen. Ben ik het niet gewoon... helemaal mee eens. En dan snap ik, als je daar op voorhand al een beetje mee zit, met het idee van, we krijgen een mindere ref en die doet dan dingen die je totaal niet aanstaan, snap ik ja, wel die man dat was dat absoluut niet gewoon is. Om dat soort niveau te fluiten, had ik de indruk. Maar het is toch goed dat bij het WK hoort ook. Mindere refs. Wat doen in de halve finale? Maar onze vriend Laos, dat is een Spanjaard, die is toch iets gewoon. Die heeft de Champions League finale zelfs gefloten. Ja, die jaar geleden. Was ook wanstaltig slecht. Maar Bart, het is toch niet omdat de scheidsrechter een amateuristisch niveau haalt, dat je dan met 7 man die moet gaan belagen. Ja, maar die heeft geen kopstoot gekregen. Hè? Dat was een beetje duwen trekken. Dat ik snapte wel dat je de frustratie hebt van gasten. Het is minuut 78, je kunt geen klop fluiten. De VAR is er niet. Wat gebeurt hier? En dan is het tegen Frankrijk al discutabele momenten van alle niet gegeven gele dat kaarten. Het stapelt zich op. Dus die mannen, ik snap wel dat je... En dat Zuiders brood. Ik snap dat Amala gaat klagen wel, maar dat ze met z'n allen gaan... De aanvoerder en Amala. Ja, bijvoorbeeld. Voilà. Maar ik voel gevoeld machteloos als je tegen zo'n amateur staat. Dat zag ik terug. Dat verschilt ook met Amerikaanse sporten.
het respect naar de ref. NBA is er vaak ook geen respect voor de ref. Kijk naar Draymond Green, om maar iemand te roepen die het minste zit hier uit te schijten. Dus dat gaat er daar ook soms over. Maar er is wel een bepaald... Ze gaat nooit met vijf man tegelijk naar die persoon. Ah. Ik ben ook geen fan van refs vaak. Hè. Niet over liegen, maar dat is... En op zich tillen we er, nu niet super zwaar aan, omdat het is maar de kleine finale. Ja, maar stel dat dat in de finale geen, gebeurt. Het heeft geen invloed op het resultaat, maar stel je voor inderdaad dat morgen gebeurt. Wie fluit eigenlijk de finale? Ja, die Paul, de Paul. Ja, dat is wel een goeie. Het eindigt op inski. Waarschijnlijk. Een grote kans dat op ski eindigt. Want ze hadden ook wel kunnen, bij Kroatië hadden ze ook de scheidsrechter kunnen gaan belagen toen Guardiola die penalty niet kreeg. Zeker, ja. Waarbij ik nog altijd niet begrijp waarom de VAR... Dat was waanzinnig. Dat was toch clear and obvious. Maar die stonden wel 2-1 voor, dus die zijn iets kalmer. En als ik deze ref zie, dan is het toch raar dat er geen Belgische ref mee is. Dat blijft, ja. Die hadden dat niveau in principe wel, ja. De scheidsrechter is... Lawrence Visser. Dat is ook wel lekker. Quota waarschijnlijk van zoveel refs per continent. Per continent. Ja. Het is een Pool, het is de heer Sismon Marciniak. En het eindigt dan nog niet op ski ook. Ik was er volledig naast. City zou trouwens 110 miljoen willen neerleggen voor Guardiola. We gaan die dan uit de Premier League zetten, hè? City bijna. Ja. En wie gaat er dan uit? Stone. Je hebt er al 8. Ze hebben nog weinig verdedigers daar. Ja, dat is zo. Noemt ze eens op, ja. Ik word gecorrigeerd trouwens, 110 miljoen pond. Ja, pond, 112 miljoen pond, las ik ook vanochtend. Ja. He, ze hebben Stones, ze hebben Ake, ze hebben Laporte, Akanji. Wie hebben ze nog? Ze hebben er toch nog Stones, hebben we al gezegd. Ja, ze hebben er genoeg. Ruben Dias, nog in de beste. Player of the Year geworden. En dan zouden nu die Guardiola nog gaan halen. Dan is het Diaz en Guardiola. Dat is dat masker dat zo duur is, denk ik. Verwachten we nog WK-transfers? Dit is toch echt een WK-transfer. Als ik technisch directeur ben, ga ik nu geen, met alle respect, 50 miljoen neerleggen voor die 8 van Marokko. Hè? Dat is een ontdekking. Ik ken die jongen niet. Ja, maar dan lees je nu, hè, of 50 miljoen van Amrabat. Dan zou ik toch op basis van een toernooi waar die gasten ook boven hun eigen stijgen, en dat is toch een toernooi. Ik zou nu niet, als ik Man United ben, technisch directeur... Maar je ploeg... United wil wel Ramos binnenhalen, de vervanger van Ronaldo. Ja, maar dat snap ik. Maar die heeft... Nee, die speelt bij Benfica. Die is dat langer op de radar dan alleen. Die bevestigt gewoon zijn eventueel... Maar die Unai kan toch een hele goeie zijn, terwijl hij bij Angers dus laatste in de league. Wordt vergeleken met Kanté. Type speler zit in een lagere ploeg in die league. Hij moet niet naar Man United of zo, maar hij kan wel naar een ploeg die toch Voor 15 miljoen. Maar toch niet voor die bedrijven. 15, dan ga je niks meer kopen. Dat hoort bij WK's, hè. Miskopen. Ga met Rodriguez naar Real Madrid. Maar daar is dan toch ook zo'n commerciële waarde aan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Denk ik ook. Blijft vreemd dat hij maar bij Angers speelt. Absoluut. En er speelden er 2 van Angers mee. Dus dat is... Ik hoop dat hij Livakovic tekent bij Bayern München. Dat hoop ik, om mijn gelijk te krijgen. Dat ik denk vond ik ook dan, nog wel een realistisch. Vervangen van Neuer. Heel zijn leven bij Zagreb gespeeld en dan in de Bundesliga, dan gaat hij rammel krijgen. Ja. Dat denk ik ook, ja. We moeten het nog even hebben over Modric. Normaal gezien de laatste WK-match gespeeld. Zal wel, ja. Standbeeld, hè. Maar hij wil nog door tot de Nations League nu, hè? Heb ik gelezen. Dat snap ik, toch maar. Nog een toernooitje bij. Ik denk dat hij nog het EK haalt. Maar die is echt fit, hè. Ja, wel. Want wij zitten te zagen dan op Vertonghen 34. Die is nog 3 jaar ouder, hè. Maar ik moet zeggen, die vandaag ook weer goed. Hè? Niet normaal. Ja, men mag zeggen dat hem zelfs misschien een beetje onderschat is. Ja, algemene perceptie. Hij is wel gouden bal geweest. Ik denk het grote probleem... Maar zelfs dat? Het grote probleem met Modric in vergelijking met andere shotters die dan iets hoger ingeschat worden, is dat Modric geen speler van momenten is. En dat is waar. We leven een beetje in het tijdperk... Het moeilijk echt veel acties achter elkaar. Ja, voilà. En we leven in een tijdperk waarin dat jongere mensen kijken, zien dingen passeren op TikTok, zien highlights meer dan volledige wedstrijden. Terwijl Modric... Het gezegde... Was tegen Chelsea? Ja, dat is bijvoorbeeld iets wat zijn genialiteit toont. Maar buitenkant voet. Wat ze zeggen over Busquets, wat is de uitdrukking? Als je naar de wedstrijd... match ziet, zie je Busquets niet. Als je naar Busquets ziet, zie je de match. En ik vind dat dat ook van toepassing is op Modric. Maar Modric is nog echt een verdieping hoger dan Busquets. En nog net iets aanvallender. Ja, nog iets aanvallender. Waarschijnlijk de koning van de pre-assists dan. Ja, en zoals Steven de Voer. Steven de Voer is ook de koning van de pre-assists. Zijn palmarès spreekt ook wel. Allee. Ja. Ja, die waanzinnige. Ja, je speelt ook en een zilveren medaille op een week. En 5 keer de Champions League en een gouden bal. En het was zwart iets, hè. Toegekomen in La Liga als de grootste flop-transfer. Ja, ja. Maar het probleem is, de beste aller tijden, dan spreken we altijd over aanvallers. Hè. Nooit niet over middenvelders. Zidane sluit er een beetje bij aan, maar die wordt ook nooit bij de grote 3 of 4 genoemd. Maar ik snap nu wel dat we Modric niet noemen bij de beste aller tijden.
Ja, waarom niet? Maar ja, wat is het verschil met hem maar en ik vind, Louis van Gaal zegt, je moet dat per positie bekijken. En dat klopt, hè. Dan zijn het toch die momenten, hè. Ja. Zidane die WK-finale, Zidane maakt die goal in de Champions League finale. Ja, maar ja, als je rechtsback bent, Erik Gerrit zal nooit bij de beste voetballers aller tijden. Zidane scoort in een WK-finale, scoort in een Champions League finale. Ja, dat is en hoe? Tegen Leverkusen. Ja. Hoeveel heeft Modric er gewonnen? 4, met Real? Vijf. Hoe is Zidane? Maar Zidane was coach. Ja. Zidane als coach. Beste coach. Dennis, ja. Voor de laatste keer dat we ons WK-elftal er kunnen bijhalen. Ja, we gaan het missen, hè. Ik wel. Het All-Star-team, zoals het voorlopig is opgesteld door onze gasten. Staat er nog iemand in die jullie erin? Ja, Mbappé is de enige die is overgebleven van het originele team van jou en Evert. Denk ik. Ja. Ik denk dat Konaté, die hebben wij er ook in gezet, maar die is eruit gaan en terug ingekomen. Dat is mogelijk. Maar... Dus ik zal nog eens overlopen. Livakovic is de doelman. Gvardiol op de linksachter, omdat hij daar is opgeleid. Dus we konden die daar verschuiven. Saïs en Konaté in het centrum. Hakimi rechtsachter. Amrabat op de 6. Bellingham en Griezmann zijn onze twee andere middenvelders. En dan Mbappé en Messi op de flanken. En Alvarez is onze spits. Ja. Wie wil er als eerste? We moeten elk twee vervangen. Eentje. Elk ene. Iedereen. Waar ja. geprobeerd. Wie wil beginnen? Frank, aan u de eer. Ah, dank u. ik ben op naam. Ik weet al iemand. Zeg maar. Ik ga Konaté eruit halen. Ja, terecht. Ja, voor zo'n Maguire. Voor zijn compaan, Varane. En nu gaan al die haters thuis, ja, United, Liverpool... Zal er misschien ergens iets mee te maken hebben? Ah, mooi. Maar dat je het gewoon eerlijk toe. Dat je ook nog de voorzet geeft. Ook. Maar... Dat die er nog niet aan gedacht hadden. Het is vooral intern vrienden van mij. Maar ik wil maar gewoon zeggen dat ik vind... Hè, want de statistiek is dat Konaté de meeste tackles heeft gedaan, maar ik vind de cruciale tackles waren van Varane. En Varane is ook onbetwistbaar. En Konaté is eigenlijk Upamecano. Ja, Konaté heeft het hoogste percentage van geslaagde tackles dit WK. Maar een goede verdediger cruciale... moet niet tackelen. Dus van mij mag Varane in de... Okay. Maldini. Ik weet het ook. Ja, voilà. Die moest toch nooit tackelen, Maldini? Nee. Ik haal Alvarez eruit. Oké, okay, ik ga rechts en Neymar erin. Ja, dat ook goed. Want Neymar is ook echt wel... Moet je zijn statistieken ook eens bekijken. Dat is niet veel minder dan Messi en Cristiano. Hè. En, maar dan spreekt het wel over algemeen. Ja, en ook het doelpunt dat hij maakt, is vind ik het mooiste van het WK. Eén van de mooiste, maar voor mij het mooiste. Goeie vraag. Voilà. Schitterende goal. Ja. Okay, en ook hij staat niet. Hè. Dan heb je morgen nog een kans, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar trouwens... Neymar wel laten staan, hè. Kun je dat regelen? Wie komt er morgen? Ja, en ik denk dat wij morgen, als Evert terug is, dat wij allebei ook nog een extra... Dan komt Giroud in de spits. Ja, dan komt Giroud in de spits. Zit aan een ander ploeg gewoon. Hè. We kunnen er 4 vervangen morgen. Mag ik er dan ook geen vervangen? Of is dat is 5 al. Sidekicks niet toegelaten? Van kan ik telefonisch nog iets... Jij mag de coach. Dus morgen staat daar gewoon een heel andere ploeg op. Eigenlijk. Ja. Voilà. In deel 2 gaan we leuke prijzen uitdelen. Dus tot zo. Welkom bij de allereerste MidMid Mondial Awards. Speciale aflevering vandaag. We geven 8 MidMid Mondial Awards weg. Weinig tijd te verliezen, dus Kat, terug naar jou. Ze zeggen wel eens dat wij vrouwen drama queens zijn en dat we voor het minste vol schieten. Dit WK heeft weer al eens getoond dat voetballers er ook iets van kunnen. De genomineerden van de Mondial Awards voor grootste blijdsmoel zijn Neymar na de uitschakeling van Brazilië. Cristiano Ronaldo, nadat een goal niet op zijn naam kwam. Suarez, nadat Uruguay eruit lag. Jordan Pickford, want die heeft gewoon een smoel om van te blijten. Sam, ik dacht dat jij de grootste blijdsmoel waard. Had ik moeten zien komen, eigenlijk. Hè? Ja. Goed, jongens. Grootste blijdsmoel. Ik heb moeite met tegen u te praten, Leroy. Want... Maar zo wel waard. Ja, het is echt wacht. Kijk, maar niet alleen Pitbull, hè, want we zien inderdaad, Leroy lijkt heel hard op Pitbull, de man links, maar het is ook John Travolta. John Travolta. Tegenwoordig. Ja. Kijk, doet hun bril eens af, Leroy? Ja, ik zie het echt wel, John Travolta. Ja, ja. Mooi compliment. Dank je wel. Niet John Travolta van Grease, hè. Deze John Travolta. Goed, de grootste blijdsmoel is niet Leroy, moeten we wel zeggen. Maar wie wel? Suarez is voor mij. Ja. Ik vind het moeilijk als je weent voor een WK. Ik vind dat net mooi. Voor de uitschakeling. Mannen mogen huilen. Hè? Nee, maar gewoon het hele verhaal er rond. De karma tegen Ghana. Wat dat hem toen met zijn handbal heeft gedaan in Zuid-Afrika. Alles. Gewoon Suarez, racist, Liverpool, fuck off. Ik heb genoten van zijn tranen. Nee. Daar kunnen we niet tegen argumenteren. Het is wel mooi dat je Liverpool tot het laatste houdt. Ik ben
Pickford. Ik bedoel, bij elke fase maakt hij van zijn oren. Dat hij ballen pakt, hè. Je weet dat ik ook zot kom van Pickford. Hè. Dat is, ze schieten van in de middenlijn en die is nog boos op zijn verdediging. Altijd maar woest en doet. En... Maar ik vind dat niet... Hij heeft wel niet geweend. Nee, dat is waar. Maar toch... En Suarez waren wel echte tranen. Dat is waar. Suarez dan, want en Cristiano ook niet echt wenen. Hè. Figuurlijk wenen. Ja, daar. Maar na de uitschakeling heeft hij wel zot geweend, natuurlijk. Ja, dat waren geschifte tranen, maar dat was... En Cristiano is al genoeg gebashed, hè. Dus ja. Hij is alweer aan het trainen, hè, op de installaties van Real Madrid. Legend. Hij kan niet stoppen. Zijn enorme drive blijft. En daar heb ik toch wel bewondering voor. Absoluut. En hij gaat naar Chelsea. Ja, dus is het zover? Hij kan echt niet de grootste bledsmoel zijn. Oh, dus twee mensen, zeggen al Pickford. Eén zegt Suarez. Wat zeg jij? Ik zal volgen met Suarez dan. Hey. Ja? Dus dan 2-2, dan moet ik kiezen. Ja? Dan is het Pickford. Oh. Ja, nee, serieus. Goed. Constant Pickford blijven. Wint de eerste Mid-Mid Mondial Award. Is dat een applaus of niet? Ja. Geen vuurpijlen of spreekwoorden zoals bij ons. Het WK was een feest op de tribunes. Behalve als de Belgen speelden natuurlijk. Maar wie was nu de beste supporter? De Marokkaan die meedanste met de supporters van Senegal. De Nederlander die zijn vinger opstak naar Lahoos. De Belgen die Compagnie de beste rode duivel vonden. Vincent Company! De Japanners die na elke match het stadion poetsten. Moeilijk. Ben die Japanners wel beu? Allee. Want die doen dat al vier toernooien. Jij bent Mr. Proper en je bent tegen. Ik ben voor de Japanners. Okay. Ja. Ik heb van de dansende Marokkaan. Ik heb daar goed mee gelachen. En dat is toch zo'n verbroederen. Ja. Ja, dat is wel... Die was daar tussen was wat Afrika United. Ja. Ik vond dat... Oké, okay. Okay, ik ga mee met Marokko. Ja, dat is wel een mooie. Kijk, hup. Ja, Marokkanen waren ook wel op zich het luidste publiek, denk ik. Toekomst, de beste fans gewoon. Ook vandaag weer fantastische beelden. Argentijnen. Wow, Argentijnen. Ja, kijk morgen maar. En Wales vond ik ook Wales, ziek. Altijd bij dat volkslied bij Wales is fantastisch. Ja, waanzin. Ryan Giggs, nooit wereldkampioen, omdat hij bij Wales speelt. Oprecht vergeten dat Wales meegedaan had dit toernooi. Ja, ik ook. Dus merci dat je mij daar nog eens aan hebt. Graag gedaan. Wie vonden we de slechtste supporters? Ja, die er niet waren, hè. België was er niet wou, of zo. Zwitserland, goeie ploeg, ver gekomen. Gelukkig hebben... Vijf in het publiek. Gelukkig hebben wij Carlos. Nou, wij zijn daar niet, hè. We kunnen dat moeilijk zeggen. Eigenlijk. Nee, dat is waar. De Aster bellen. We gaan voor de Marokkaan die danst? Ja. Oké. Okay. Giroud, Bellingham en Dries natuurlijk. Heel veel mooie mensen gezien op het WK. Helaas ook wat minder mooie mensen. Dit zijn de genomineerden voor grootste lul van het WK. FIFA-baas Gianni Infantino, de Argentijnse keeper Emiliano Martinez, de WK-ambassadeur die zei dat homoseksualiteit damage in the mind is. Die van Louis van Gaal na de training bij Truus. Maar King Louis doet toch niks verkeerd? Nee, ik denk dat daarover letterlijk... Je hebt de mop volledig gemist. Ah. Ja. Oké, okay. Ja, we moeten één van die twee kiezen natuurlijk. Terwijl we eigenlijk... Mm-hmm. Hè, Frank, jij hebt nog een vijfde optie, toch? Daar Laos. Hè. Ja, Laos. Ik had echt Laos ook in die categorie verwacht. We hebben nu Laos al besproken. Jullie zijn de baas, hè? Dus wij zijn gewoon weg met de Emiliano Martinez. Nominaties lijken nergens op. Ja, ik snapte ook niet goed waarom Martinez erin stond. Ja, er zijn mensen die dat moeilijk hebben met hoe hij zich gedraagt bij penalty-series. Maar ik vind dat... Redelijk top heftig. Entertainment. Maar dat, ja, dan moet Dumfries of zo er toch. Maar Infantino in. en die ambassadeur die misdragen zich. Maar gaan we die een Mid-Mid Award gunnen? Dat is de vraag. Is waar. Ja, grootste lul. Ja, ja, is nu wel een award die je eigenlijk niet wilt. Hè? Het ook grootste hondenlul moeten zijn. Ja, ja. Ja, dan ga ik voor Infantino. Maar dat is niet zo. Infantino die zegt: dit is het beste toernooi ooit. Beste spelers, meeste publiek, beste publiek. Dat zeggen ze bij de Olympische Spelen ook altijd, dat hij wel achterwege kunnen. En dan kan hij zeggen, today I feel the biggest dick. Voilà. Oké, daarvoor kan. Applausje voor Infantino. Ja. Biggest dick. Het was lachen, gieren, brullen in de studio en in de mansion. Maar 4 weken live televisie, dan loopt er al eens iets mis. Dit zijn de genomineerden voor diepste dieptepunt van Mid-Mid Mondiaal. De blote billen van Leroy Deltour. De agressieve discussie tussen Evert Winkelmans en Danielle Kliwon. Tenacity, hier valt helemaal niks voor te zeggen. Frank Raas corrigeert foute quizvraag. Italië is ook in 34 en 38 wereldkampioen. We hebben het daar nog over gehad over Brazilië. Ja, dat is zo. Italië 34 en 38, klopt inderdaad. De slachtoffers van Sam. Allee, gast. Ja, voilà. Ja, eigenlijk is dat een hoogtepunt. Ja, ja, hè, want de gast die een vraag verbetert, dat is geen dieptepunt. Hè.
Nee. En bij mij zijn ook twee van de hoogtepunten uit mijn leven. Dus er schiet maar één meer over. De laatste is enkel een dieptepunt voor Evert, denk ik. CR7 in zijn haar voor ons. En bij mij, dan bij moet mij er ondertussen toch ook al uit zijn. En die discussie was ook goud, vond ik. Ik vond dat goed. Eigenlijk is dat geen... Ja. We veranderen de categorie naar het hoogtepunt van Mid-Mid Mondial. Ja. We hebben 4 genomineerden. De blote billen van Leroy, de discussie over Messi, de WK-quiz corrigeren en de weddenschappen. De weddenschappen vind ik geen hoogtepunt. Nee. Nee. Die valt af. Ik ben voor Leroy in zijn blote. Echt waar, by far. Dan krijg je dan een trofeerecht, of niet? Maar als we dan hoogtepunt zeggen, dan moeten we Wart zijn filmpje er ook bij betrekken. Ja. Eigenlijk want dat was ook een hoogtepunt. Dat verkiezen we. Ah ja, het WK-filmpje. Dat is top. Dat vind ik ook. Ga jij nu die prijs winnen? Dus, jij kunt nog filmprijzen en zo winnen. Ik kan niks anders winnen dan dit. Hè. Ja, dat is wel waar. Ik sta mijn hoogtepunt af. Maar dat klinkt verkeerd. Ja. We zullen hem delen, zoals bij... Voilà. Zoals, derde plaats. Jullie kunnen ook effectief samen een trofee pakken dan nu. Oké. Okay. Ja. Okay. Aan u de eer. Ja, dat is hem. Ja, dus het hoogtepunt van Mid-Mid Mondial, het filmpje van Wart en de blote billen van Leroy. Ja. Mooi. Het is de charme van elk WK. Plots leren we spelers kennen waar we voordien nog niks van hadden gehoord. Wie is de grootste ontdekking? Ja, de grootste ontdekking. Dat is zonder genomineerden. Zonder voorbeelden. Ik wil wel een paar voorbeelden geven die ik heb doorgekregen, maar misschien moeten we een paar ontdekkingen... Unai. Voilà. Ja, ik denk staat dat er al op. De naam is die bij iedereen naar boven komt. Ja, die kenden we echt niet. Livakovic kende ik ook wel echt niet, want dat ligt misschien aan mij. Maar keepers hebben ze precies wel altijd op een WK. Die uit het niets komen en die wel briljant blijken tijdens het toernooi. Plus, als je het aan Livakovic geeft, kun je het ook aan Bono geven, denk ik. Ja. Ja, en ik heb hier ook Noppert. Noppertje. Noppert is een cool verhaal, maar... Toch een ontdekking ook. Ja, toch een ontdekking. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoeveel keer had je al van Noppert gehoord voor dit toernooi, Leroy? Noppert had, zelfs nog straffer, voor het WK nog maar 45 professionele matchen gespeeld. Die heeft er nu 5 gespeeld. Eerste in Thailand gespeeld. 1/10 van zijn carrière heeft hij op een WK gespeeld. En vooral dat is redelijk zot, hè. Okay. En vooral ook straf dat hij zelf denkt dat ook zijn laatste match al gaat geweest zijn voor Oranje. Dus... Ik geloof dat ook eigenlijk. Ja. Cool, man. En ook gewoon puur prestatie. 5 goede verdedigers voor hem. Nederland op de momenten. Geen penalty gepakt, hè. Hij zag er echt slecht uit in die penalty-fase. Dus ik ga niet voor Noppert. Ik heb nog een kandidaat voor ontdekking. Bij Sky Sports hebben ze hun WK-elftal gemaakt. En daar hebben ze Harry Maguire achteraan erin gezet. Dus het is meer herontdekking. Want Harry Maguire voor Engeland, dat is een andere speler dan die voor United. Dus. Ja, maar ja. United heeft 2 verdedigers in de finale, hè. De herontdekking vind ik dan Griezmann. Ah, voilà, exact. Dat vind ik dan wat dan niemand niet meer had verwacht. Exact. Dat was bijna een Hazard-verhaal, toch? Dus dat toch echt op een laag pitje bij Atletico. En de manier waarop. Zichzelf heruitgevonden bijna. Dus... Ja, een 6 bijna. Dat is box-to-box. Maar we gaan toch die Unai pakken. Hè? Ja. Unai. Unai? Ja, Unai. Unai. Oh, die kennen we helemaal niet. 50 miljoen naar United. Provocaties, schwalbes, vuile tackles. Het was niet allemaal plezant op het WK. Maar wat waren nu de meest ergerlijke trends? Oeh, weer open. Open. Voor mij, de VAR, die kunnen ze net zo goed afschaffen. Ze komen niet aan een halve keer per match gemiddeld. Ze hebben nooit ingegrepen. Ook straks ook weer bij Kroatië, de zuivere penalty. Dat wordt zelfs niet... VAR bestaat die nog. Ja. En ook de verharding van het spel. We gaan terug naar de middeleeuwen eigenlijk. Gewoon alles mag. Trappen, stampen. Rode kaarten, dat bestaat niet meer. Wat Paredes daar doet met de goud van Nederland. Pff, als dat allemaal mag. Ja, dat dacht je rood, maar dat is dan arbitrage in zijn totaliteit, toch? Ja, maar er is gewoon een richtlijn om veel minder te fluiten, alles weer toe te laten. Ze zeggen ook dat een soort conflict tussen FIFA en UEFA is dat daar aan ten grondslag ligt. Bij UEFA, bij ons in België zijn bij elke competitie wedstrijd 2 of 3 VAR-interventies. Soms meer. Matchen liggen stil. Hier niet. Men wou de matchen niet stil laten liggen. De VAR heeft niks meer te zeggen. Bij ons is die mee baas. Dus de man op het veld is weer baas, maar dat blijkt toch... We gaan terug in de tijd, hè. Ik ben wel pro de 3D-modellen. Ja, dat is heel mooi. Kunt zeggen offside of offside waren. Ja, maar dat is gewoon doellijntechnologie of offside-technologie. Maar voor de rest, interpretatiedingen zijn gewoon weggeduwd. Hè? In de Jupiler Pro League, met de VAR, is er nog vaak discussie over buitenspeldalen. Ja, omdat de technologie slechter is en duurder enzovoort. Maar is dat niet een beetje extra door die fase van daarnet dan? Ik heb eerder het gevoel, slechte arbitrage of zo kan ik wel inkomen, maar de VAR... Nee, maar de VAR kun je net zo goed afschaffen, want er zijn toch nog gevallen geweest. Neymar maakt ook een... Ja. Mijn vriend Neymar maakt ook een heel zware overtreding die eigenlijk rood is.
Ik ben gewoon nog altijd blij Messi, dat... Messi, met geel, maar ja, natuurlijk, geel moet je geen VAR-interventie krijgen. Ik ben banger voor het omgekeerde als er geen VAR zou zijn. Welke chemo's dat er dan... Allee, wat het er voor de show hierover, zo de fase van Lampert en zo. Dus ja. Als die VAR er niet bij is, heb je ook wel... Nee, VAR moet... Ja. Maar moet gewoon gebruiken. Beter. Ja. Het gebruik van de VAR. Ik heb een paar opties. Eerste optie, het kopieergedrag bij Brazilië, al die witte kopjes. Stoorde mij niet. Mij ook niet. Als commentator kan het ergerlijk zijn, denk ik. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, maar dat rugnummers, hè? Ja. De beleving van de supporters, dat heb ik een beetje gemist wel op dit WK. Ja. Omdat je dat natuurlijk in een beetje een Disney... Maar er waren toch heel veel beelden van supporters. Ja, maar echt ook... emotieshots. Ja, ja. Maar je voelde toch qua gezang en zo buiten Argentinië, Wales en Marokko, heb ik toch weinig... Dat was heel kunstmatig, had ik soms de indruk, ja. Ik heb nog een ergerlijke trend. Tenminste, voor sommige mensen kan het ergerlijk zijn geweest. Het komt uit onze eigen uitzendingen, maar voor één keer dan nog eens vandaag. Hè. Ik vraag me echt af of dit de laatste keer is. Die dat filmpje geüpload heeft, die gaat niet snappen van waar al die views plots komen. Hè. Oh, heerlijk. Mag ik nog eentje opwerpen? Ja. Het verschil in extra tijd. Ja. Sommige matchen, dat je echt dacht van toch weinig extra tijd nodig, 10 minuten. En sommige 3 minuten, terwijl je dacht, hier was toch wel wat gebeurd. Maar op een WK worden de normen uitgezet. De gele kaarten zijn ook voor het eerst uitgedeeld op een WK in 1970, denk ik. En, kan niemand dat is een soort norm die men wil. Ja. Nee, ook het gevoel dat er zo een regelwijziging halfweg toernooi gebeurd is van de eerste speelronde met massa's. En dan veel minder. En dan, omdat er kritiek op kwam, blijft dan... Maar het is wel zo, de spelers wonnen minder tijd. Dat was ook de bedoeling, denk ik. Ik vind het misschien niet zo slecht. Eigenlijk. Bevestigd trouwens, eerste gele kaart inderdaad, WK 1970. Ja. Dat is een mij. Oké, we moeten wel één... winnaar kiezen voor de ergerlijkste trend. Ik ben voor de extra tijd. Extra tijd was het irritantste. Het verschil in extra tijd. Ja, ja een kwartier soms 110, 111. Vroeger was dat ondenkbaar. Gasten, jullie mogen ook stemmen. Ik vind dat leuk, lang voetbal. Okay. Ik heb me erin gestoord, nee, maar ik ga mee. Hè. Ik vind dan zo'n VAR-fout van op Guardiol niet fluiten, vind ik meer frustratie dan... Dan die lange extra tijd. We moeten eensgezind zijn. Ja. De scheidsrechters in het algemeen van maken. Ja. Okay. Is dan iedereen akkoord? Ja, dat is slim. Ja. Top. Twee vliegen in één. Alles in begrepen. Voilà. Vies scheidsrechters. Goal, als... Straks trouwens nog meer leuke awards, maar eerst een blokje reclame. Het was niet allemaal kommer en kwel in Qatar. We konden soms wel eens een traantje wegpinken bij een paar hartverwarmende scènes. Maar wat was nu het warmste moment? Buffal danst met zijn mama na Marokko-Portugal. Zoontje van Perisic gaat Neymar troosten. Modric troost Rodrigo na zijn penaltymisser. Dries Mertens ziet Giro terug voor België-Marokko. Ja, misschien wel de moeilijkste award. Het zijn alle vier. We zijn er nog, hè. We zijn er nog. Ik ga Kimi, Mbappé vond ik ook heel mooi. Mm. En Giroud, die meteen naar die coach van Marokko ging... heeft daar blijkbaar nog ooit een halve wedstrijd samen mee gespeeld. Echt? Ja, met Montpellier of zoiets. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar die vind ik wel alle twee minder dan deze vier eigenlijk. Allee, ja, Dries en Giro is natuurlijk iets anders. Maar de drie anderen? Ik vind Neymar wel een mooi moment. Met Perisic. Ja. Omdat dat is het allerkwetsbaarste moment van Neymar in zijn carrière, denk ik. En hij toch meteen begrip heeft voor die jongen die eerst wordt... weggeduwd door de security. Ja. Dat vind ik ook wel. Dat manneke, hoe oud is hij? 12 jaar, schat ik, of zoiets? Ja, zoiets. Kleiner, denk ik. Maar. Leo is zeker? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij Leo heet. Leo Messi, Ik denk dat hij daarna vernoemd is. Ja, dat is geen mop. dat zou kunnen. Dat is wel grappig. Nee, en ook vooral gewoon voetbal is op je mooiste als je een kind bent, denk ik. Ja. Ik denk dat WK's nooit plezanter zijn dan als je rond die leeftijd zit. Oké, ik ga helemaal mee. Het is ook een nederlaag. Het is Leonardo Perisic en Leo afgekort trouwens. Ze hebben trouwens samengespeeld bij Grenoble, Frank. Bij Grenoble. Bij Montpellier. Ik ga ook voor twee, want Hakimi met zijn mama was vreugde. Dat is ook mooi. Hè? Die... Buffal, ja. Buffal, ja. En ik ga dan toch voor zo iemand die zo'n grootheid van Neymar. Ga hem nog terugzien over 4 jaar, is de vraag. Ik vind het ook wel groots van Modric. Ja. Om een beetje... Ja. Ja, maar die zijn wel ploegmaats van elkaar. En dat is waar. Er is op zich al een band... Dus ik vind dat misschien net iets normaler, terwijl Neymar en Perisic... En dat kind ook, zodat hij... Alleen dat hij dat wil doen. En ik zie geen duidelijke link tussen de twee. En toch... Zo'n Perisic. Hoe heet het? Leonardo? Of... Leonardo. Okay, dan geven we gewoon ook een award aan een vriend van u, Neymar. Ja. Hij is de... Overhoofd Evert Ziek met de finish in zicht, heeft hij toch maar mooi alle matchen van het WK gezien.
En heel Vlaanderen deed mee. Maar wat was nu de beste inzending van hashtag Ik doe mee met Evert? De studenten die voetbal kijken tijdens de les. De leerkracht die zijn leerlingen voetbal laat kijken. De filmliefhebber die het WK boeiender vindt. Gianni Infantino, die verscheen tijdens alle matchen. Ja, ik ga voor de studenten op school. Mijn zoon mocht ook tijdens de les wiskunde naar de matchen kijken, want ze moesten dat toch toestaan, die kinderen willen. En anders zit ze op hun telefoon. Ja, voilà, dus de tweede, ja. Ik ga er ook voor. De leerkracht die het toestaat. Ja, die stond daar echt toe. Ook. Misschien is het, heeft hij die foto wel ingezonden, de Michael, die dat effectief les gaf. Ja. En zo voetbal-minded is dat hij zei, kom, we kijken gewoon tijdens het examen. Hoe, tijdens het examen? Ja, de examen, middelbaar. Het zijn nu examens nu, hè? Ja, ja. Ja, maar dan, ja. Dus dat was dan voor of cheaten, tijdens? Met het was wel in het begin voor de examens. Bij, tijdens examens cheat. Ja, dat is wel. Ja, als je voor begint, ik ben een match aan het zien. En ook vooral cool dat een... En het was tijdens de lessen nog, net voor het examen. Cool dat een random wedstrijd is, dat ook niet België of zo is. Dat gewoon, ik zeg maar iets, Senegal, Qatar of zo is. Ja, voilà, ik zat ook aan die match random te denken. Dat maakt het cool. Die studenten in de aula, dat deed iedereen al vorige week kaas ook, denk ik. Dus dat vind ik... Maar dat is de leerkracht wel. Ja, ja. Leerkrachten. Okay. Ik heb nog een kandidaat. Oei, oei. Die eigenlijk oei, moet winnen. Wauw. Ja, gaat er winnaar zijn, precies. De meest ultieme, ik doe mee met Evert. CR7 in zijn haar. Maar dan echt het gezicht van Cristiano Ronaldo in het haar laten scheren. Ja, maar het is niet de hashtag ik doe mee met Evert. Ja, Infantino ook niet, hè. Nee, klopt. Daarom dus, dat hij ook niet wint. Maar is wel goed. Ruzie. Ja, oei. Zeker geen ruzie. Zeker geen ruzie. Ja, maar. Nee, de leerkracht. De leerkracht. Oké, jongens, dat was de laatste award. Dat was het. Want die zullen we morgen hebben. Ja. Frankrijk gaat voltallig zijn. Iedereen is genezen. Ja. Belangrijk, ja. Toch? Ja, maar toch. Ze zullen misschien toch ziek geweest zijn, maar toch verzwakkend werkt. Snotterende Fransen stond er op Voetbal International. Ik hoop het dat we snotterende Fransen gaan zien op het einde. Als die nog eens kampioen spelen... Je moet niet zo doen, want iedereen hier denkt dat Frankrijk gaat winnen morgen. Dat is mijn voetbalverstand dat spreekt, maar mijn voetbalhart zegt Argentina. Nou, ik vind toch dat Frankrijk te veel gebashed wordt in alle mogelijke krantenartikels. Ik vind dat ook. Ongelooflijk wat mensen over Frankrijk hier allemaal gezegd hebben. Weet je wat die over een ander land zegt? Weet je wat die over ons schrijven? Dat is waar. Al toernooien lang. En lachen en frieten en dit. En dan over drie smertes. Nee, kak op Frankrijk. Ik kom daar nooit meer. Evert ook al niet. Omdat hij daar niet goed ontvangen wordt als hij op vakantie is. Toch een prachtig land. Ik vraag me af, is hij nog nooit naar Argentinië gegaan? Ja. Dat is ook al waar. Nee. Kom, als er een god bestaat, geef het aan Messi. Ik zie Cristiano Ronaldo van. En alsnog. Mbappé is nog jong. Heeft het al een keer gewonnen. En daarom vrees ik dus Frankrijk, want dat gebeurt nooit. Dat gaat er vol Argentijnen zitten, die missie gaat stront en zenuwachtig zijn, vrees ik. Nee. Zenuwachtig zie ik ook niet. Dat heeft hij is de match van zijn leven, hè? Ja, dat is waar. Hij kan Maradona zijn voeten zien, hè? Hij kan ernaast gaan staan dan. Hè? Ja. Pelé is 3 keer wereldkampioen geweest, ik zeg het maar. Ja, die zit er nog boven. Maar die indrukt is inderdaad wel de match van zijn leven. Hij weet ook van, als ik dit win, dan ben ik echt... Dan is het uitgespeeld. Dan heeft hij voetbal uitgespeeld, huh? Dat is echt waar. En gewoon, dan leven we ook in een simulatie. En er is niemand bij Frankrijk, iedereen dat je daar plezant vindt in die ploeg, heb je eigenlijk al met die trofee gezien. Maar Messi hebben we nog nooit met die trofee gezien. En puur voor dat iconisch beeld hoop ik ook wel op Argentinië. Maar ik heb ook hetzelfde, dus dat mijn voetbalverstand Frankrijk zegt. Omdat ik het gevoel heb dat hij in elke linie. Bij Argentinië, als Messi geen 9 of 10 op 10 haalt morgen, heb je het gevoel Argentinië. Ja, het kan is wel Frankrijk zo dat zonder Messi ze waarschijnlijk de finale niet gehaald hadden. Nee. 100%. Over vier. Ja, want het is echt Maradona 86, hè? De ploeg voortrekken, bijna bij alle doelpunten betrokken, leiding geven. En Maradona, ja, het is echt een kopie. Over 4 jaar kunnen wij er 5 van die ploeg van Argentinië niet meer opnoemen, denk ik. Oh, pas op, we kunnen van buiten leren. Hè. Zou Messi zo nerveus kunnen zijn dat hij zo gekke dingen doet zoals Zidane in 2006? Ja, hij is wel zeer opgefokt. Maar toch, hij leeft nu. Hè. Dat is wel waar. Hij leeft meer dan hij vroeger was. In 2014 is hij uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Terwijl hij dat eigenlijk niet verdiende. Nee. Hij was zeer grijs, zeer schuw bijna. Speelde een matige finale. Miste kansen zelfs in die finale. Ik hou wel van maar nu leeft hij wel. Ik hou wel van de Messi op dit toernooi. Ja. Ik heb ook meer sympathie gekregen. Hij slaagt er ook precies in om die negatieve... Hij kan eens iets venijnigs doen. Te zetten, ja. Altijd zo de ideale schoonzoon. Maar ik ben niet per se fan van het venijnigen, maar het maakte hem wel ineens menselijk. Het is een mens, voilà. Dat bedoel ik, ja. Maar hij speelt ook gewoon goed. Ja. Hij speelt echt. Ja, voilà. Hij is altijd beslissend. Argentinië speelt niet fantastisch voetbal. Maar die zijn wel allemaal in steun van Messi, hè? Die Rodrigo de Paul. Ja, dat is net 86, hè? Want noem daar eens
6-7 spelers van de ploeg in 86. Van, ik ben ook wel echt... Nog niet geboren. Voor mij mogen het penalties zijn, eigenlijk. Oei. Penalties? Nog wat meer drama. Die Emiliano Martinez, vind ik... Ik kan daar niks aan doen. Ik ben een grote Martinez-fan. Soms gaat hij er wel over, hè, ja. Ja, maar daar hou ik wel van. Dat is slecht zijn voor onze uitzending, want we zijn mogen weer om 7 uur. Eigenlijk vind jij het dan goed. Of extra tof. Of extra tof. Hier kijken, oh, dat zou crazy zijn. Hè. Het gaat moeten. Hebben jullie de post van Benzema trouwens gezien? Nee. Die kon weer aansluiten bij de groep, maar dat is niet gebeurd. Heeft hij dit online gezet? Ça ne m'intéresse pas. Oké, okay. En dan ook nog deze post in zijn stories. Zichzelf met de gouden bal en bon nuit. Maar waarom doet hij dat? Want hij was toch geselecteerd? Hij is toch gewoon geblesseerd? Geen enkel idee. Ja, die staat in de lijst. Ze hebben geen vervanger genoemd en ze hebben dan Deschamps gevraagd: gaat je hem er terug bij pakken? Want dat mag. En Deschamps heeft er... Nee, hij mocht afkomen. Hè? Hij mocht... Deschamps heeft eigenlijk gezegd: nee, hij komt er niet meer terug. En dan heeft hij die post gedaan. Vinden we dat zo raar dat Deschamps zegt? Nee, tuurlijk. Deschamps heeft gewoon, vond het een domme vraag, heeft zelfs niet geantwoord. Ik vind dat vrij logisch eigenlijk. Maar ik zou hem toch wel op de bank willen hebben als het 0-0 staat na 80 minuten. Dat is natuurlijk een van de best pissen ter wereld. Die is natuurlijk in theorie beter dan Giroud, maar heel dat systeem dat past niet. Ja, en ook die je kunt die pakken om te laten spelen. Je zet hem niet in de basis. Starten, dat denk ik ook. Waarom kom je dan? Je toch beter van voor die medaille? Ja, medaille. Ja, voor die medaille. En dan staat hij toch sowieso wel. Op de bank. Minuut 88 bijvoorbeeld, invallen. Ja, bedoel. Dan wil dat toch niet als Benzema. Ik zou dan ook als je hem dan binnenkopt. Als je hem dan binnenkopt, ja. Hij mag... Zou toch fantastisch zou wel, spelen, hè? Zou wel een schrift verhaal zijn dan. Zou een fantastisch verhaal. Dus vanuit zijn standpunt snap ik het wel dat hij het graag wil. Maar hij is wel hard in zijn reactie, moet ik zeggen. Ja, en ook zeggen, het interesseert me niet, maar dan wel in uw story ook nog zo met de gouden bal. Ja. Het interesseert die statistiek eigenlijk ook wel. Ook maar hij ligt niet goed in die ploeg. Hè, dus. En inderdaad, zijn toernooi, hoe was het? Dat alle toernooien dat hij toch meedeed. Ja. De toernooien onder Deschamps. Ja. Dus elk toernooi dat Deschamps heeft gecoacht als bondscoach van Frankrijk, hebben ze de finale gehaald. Behalve wanneer Benzema erbij was. 2014 en EK 2020. 21, ja. Ik vind het wel een rare post, want ik had het gevoel dat hem daar een beetje... voorbij die fase was Benzema, dat hij groter geworden was dan dit. En dat hem... Maar Frankrijk, nationale ploeg en Benzema, dat werkt niet. Hè? Ja. Nee. Waar gaan jullie morgen de finale kijken? Mag ik dat zeggen? Ja. Een shotcast. Ah, nee, dat mocht je niet zeggen. Ja. In Mechelen? Hoe, jij kwam naar hier zeggen? Daarna. Ah, oké. Okay. Nee, maar het is ook in een Argentijns café-restaurant of zoiets. Oké, okay, cool. Waarschijnlijk heb ik een zetel in de mansion hier. Dat is plan, toch? Waarom niet? Met zonnebril? Ik wil wel nog één wapen zeggen voor Frankrijk. Kleren aanhouden. Met kleren aan. Ja. Mag het nog over voetbal gaan, even of niet? Ik wil wel nog... Allerlaatste puntje dan, want het moet er eigenlijk uit. Maar zeg maar. Ah, nee, Loris. Hè? Loris. Loris. Zotte keeper. Doelman. Nee, serieus. Ik vind dat echt... twee fantastische matchen. Misschien de beste keeper van het toernooi weer. Je hebt hem niet in het team. Ja, nee, ik ga er niet nog een Fransman in zitten. Het was een Fransman voor een Fransman. Chesney. Chesney ook, ja. Ah, oké, okay, ja. Oké, okay. Merci om te komen, heren. Aan de kijkers en luisteraars, tot morgen. Hopelijk met Evert en hopelijk ook met jullie. Bye.